We willen nogal wat, hè? Van een regionaal festival naar een landelijke opererende club voor fotografie en beeldcultuur. Wil jij iets vertellen? Ja, en dat gaan we in 4 jaar doen, hè? Dus niet onder stoom en kokend water, maar we gaan bouwen. Ja, we hebben natuurlijk een fantastisch jaar gehad afgelopen jaar met prachtige exposities en heel veel activiteiten. Maar we willen het komende 4 jaar, eerlijk is eerlijk, een sprong voorwaarts maken. En hoe we dat willen doen, beschrijven we in dat beleidsplan aan de hand van de begrippen verleiden, vermaken, verdiepen en verbinden. En wat bedoelen we daarmee? Dat verdiepen, het eerste, dat ken je. In het Rietveldpaviljoen willen we goede exposities, fotografie, beeldende kunst, literatuur, muziek, theater opzetten. En daarbij mensen vragen om te kijken, zich te verdiepen in wat er hangt. Dus vrij uitvoerig. Doen we trouwens ook 1 keer per jaar in de Sint-Joriskerk. De beelden die je nu ziet, die zijn bijna nostalgisch, hè? Hele grote groepen mensen die met elkaar in gesprek zijn over een tentoonstelling. Een schitterende uitvoering van muziek. Een boekenmarkt, die bij uitstek natuurlijk ertoe dient om je te verdiepen in het werk van fotografen. Een theatervoorstelling, geïnspireerd op de expositie. Het zijn prachtige activiteiten die we gehad hebben in het afgelopen jaar en die we steeds beter kunnen organiseren door de groep die hier actief is. Maar willen we nou veel meer mensen trekken en ook mensen van buiten ons eigen circuit, dan moeten we ook activiteiten buiten het Rietveldpaviljoen doen. En dat hebben we bedacht met, ik noem het eerst, verleiden. En je ziet beelden van foto-exposities zoals we die de afgelopen jaren al georganiseerd hebben. Op cafés, in het centrum van Spakenburg, in de natuur in Leusden. Dat zijn eigenlijk activiteiten waarmee we doorgaan, ook etalages in de komende periode, die we opzetten om mensen te verleiden om naar dat Rietveldpaviljoen toe te komen. Dat is 1. Vermaken. Velen van jullie hebben denk ik goede herinneringen aan de Insta-walks die in het verleden georganiseerd zijn. Wandelingen onder leiding van een fotograaf, beter leren fotograferen. Je ziet een foto van een boottocht door de grachten met mogelijkheid om te fotograferen. Wandelingen onder leiding van biologen, architecten, planologen. We willen duidelijk maken, dit is het centrum, maar in de hele stad, in de hele regio zijn we actief en kun je met ons bijzondere dingen meemaken. Ik noemde als 4e begrip het verbinden. En je ziet hier foto's van verbinding die we gezocht hebben met basisscholen. Willen we opnieuw op poten gaan zetten de komende 4 jaar. Dat is helemaal niet zo makkelijk. Je ziet een foto van een kerk. We zijn steeds vaker geneigd om ons met kerken te verbinden, waarbij fotografie een rol speelt in de liturgie van die kerken. Schitterende manier om mensen te wijzen op wat we hier in het Rietveldpaviljoen doen. En die laatste foto is heel bijzonder en daar zullen we ook nog wel op terugkomen. Een foto van de West Side Story. We gaan komend jaar een groot project doen met het Amersfoorts Jeugdorkest, waarbij fotografen voor een West Side-achtig decor zorgen bij een concert wat het AJO geeft. Dus je ziet dat we onze tentakels in de hele regio willen hebben en dat we het hier heel goed willen organiseren. Dit is de kern van, ja, eigenlijk een beetje waarvoor we op aarde zijn.